Veldgemert bestaat nu 33 jaar. Wat is Veldgemert Heerlijk Opveld? Heerlijk Opveld is op de eerste plaats een voorlichtingstuin. Iedereen kan hier letterlijk wijzer worden over het gebruik van groentes, bijzondere groentes, fruitteelt, maar ook kruidengebruik. En dat doen we op 3,5 hectare. En al 33 jaar op een rij. Zoeken jullie nog vrijwilligers? Een heleboel. We hebben in die zin nooit handjes genoeg. Het werkt zo, als we weinig vrijwilligers hebben, gaan we ook letterlijk minder terrein onderhouden. En als we meer vrijwilligers hebben, kunnen we ook meer telen en meer doen. Dus hoe meer, hoe gezelliger, hoe liever. En ik zie ook een kruidentuin. Wat gebeurt er hier met kruiden? Nou, behalve dat we er een heleboel lessen over geven. En praktijklessen vooral. Hoe doe je dat? Zalf maken, hoe doe je dat? Shampoo maken. Verwerken we die kruiden ook in producten. En er zijn producten zoals zalf en shampoo. En olie, huidolie. Maar ook bijvoorbeeld thee. En die verkopen we dan weer en hier in de tuin van Heerlijk Opveld. Maar ook bijvoorbeeld bij de VVV. Je zag net kinderen appeltjes schillen. En een stukje snijden en dan wordt vers geperst. Zodat kinderen zien dat het niet uit een pak komt, maar van een appel. Die door een pers gaat, die je zelf kunt aandraaien. Waardoor daarna zelf super zoet sap uitkomt. Er staan hier veel oude rassen appelbomen, perenbomen. Een heleboel kruiden, een heleboel bijzondere groentes. Want dat is het kenmerk van Veldgemert. We telen eigenlijk alles, vooral ten behoeve van voorlichting. Ik sta nu hier bij deze gele waterbakken, omdat die illustreren wat dat grondwater voor een apart iets is. De Pilgrimbreuk namelijk loopt ginds. En ik heb nog nooit een scheur in de grond gezien. Het bijzondere is dat die grond zich heel langzaam optilt aan die kant van Gemert. En aan deze kant waar we nu staan zakt het heel langzaam. Gaat ongeveer met een millimeter per jaar. Dus dat is niet om naar huis te schrijven. Zoveel is het niet, maar het is wel voldoende om het water wat hier naar boven komt uit deze pomp, is helemaal 35 meter naar beneden geweest om weer boven te komen, want de breuk blokkeert water, de afstroming. Dus het dorp aan de hoge kant is nat en hier is het dan relatief droog. Maar dat water is wel helemaal over die diepte gegaan, door die diepte, en heeft kalk opgepikt. Aan die kant is het water zuur in de gemeente Gemmerbakel. En aan deze kant is het water basis, oftewel kalkrijk. Je zag de kinderen dus die appeltjes schillen. Dat is allemaal van deze bomen. De valappels hebben we al opgewerkt. We zijn nu begonnen aan plukken. En dan, dan kun je allerlei smaakjes leren kennen. Onze voorouders zaten een stuk slimmer in elkaar dan wij nu. Ze hadden voor elke maand een appel. Je begon met die oogstappel die maar een anderhalf, twee weken goed houdbaar is. En dan moet je hem op hebben. Een soort helemaal melig. Maar hoe later in het jaar, hoe langer de appels bewaard konden worden, hoe langer ze meegingen. En dan gingen ze net voor de vorst de kelder in. En tussen je vingers wrijven. En dan goed ruiken. En begin maar met roepen. Deze tuin is bedoeld om te ruiken en te leren proeven. Een soort zeldering. Ja, proef ik erin. Ja, proef ik nog niet gedaan. Even wrijven tussen je handen. Dan moet je met alle kruiden doen en dan ruiken. De kinderen zeggen kuppensoep. Kuppensoep. Ja, inderdaad. Want kinderen vergelijken alles met wat ze in de supermarkt tegenkomen. Maar het is kuppensoep. Het is selderij en peterselie in één. De plant groeit in Sicilië onder andere. En het is een Italiaanse selderij. Deze zuurbes is dus ook een medicijn. Maar je gebruikt hem bijvoorbeeld om een beetje laffe, zoete appeltaart op te frissen. Nou, hier achter ons zie je de Oroase. Oro heeft hier een dagbestedingsgroep op vrijdag. En die telen samen in een tuin. Die verkopen ze dan weer bij de Palissade, de boulevard. Voor degene die wel eens het gebouw binnen. Dit bosje, dat is bestemd als ecologische hoofdstructuur. En dat komt omdat er zoveel zeldzaamheden in zitten. En dat zo dicht bij het centrum. Dus die zit maar op een paar honderd meter van het centrum af, maar dicht bij de kasteeltuin.
En dat vormt daarmee een geheel. Waardoor allerlei spechten, met name op die dode bomen, zich helemaal goed kunnen uitleven. En er worden er meer en dat blad van minder. Dat is daarmee meegenomen. Maar ook uilen, vleermuizen. Het is dus best druk, overdag en 's nachts. Een van de meest favoriete planten hier, dat is de plant voor dagvlinders, dat is de brandnetel. Als je vlinders wilt, moet je de rupsen te eten geven. En die hebben deze plant nodig. Ieder vak is voor een lichaamsonderdeel. De bloedsomloop, inclusief het hart, de nieren, de huid, het bewegingsapparaat. Elk vak is daarvoor met de meest voor de hand liggende planten die hier goed groeien. En zo is die tuining gedeeld. Dus het is een soort snel recept. En aan die kant voor de keuken. Het eerste vak voor de soep, het tweede voor het vlees, de derde voor de vis. Ja.